De DC van Saramaka, Lakshmi Narayan Dubé, en de Commissie Monumentenzorg zitten met elkaar overhoop. Aanleiding van het dispuut is de woning van het districtscommissariaat. Dubé wil deze woning renoveren en gebruiken als een staatslogeergebouw. Echter kan dit niet geschieden zonder toestemming van de Commissie Monumentenzorg. Het commissariaatsgebouw staat namelijk op de monumentenlijst. De burgervader vindt echter dat zijn plannen met opzet worden tegengewerkt. Hij was reeds begonnen met de renovatiewerkzaamheden, maar die zijn inmiddels stopgezet. Dubé vindt dat de commissie Monumentenzorg met opzet draalt met het verstrekken van een vergunning. Verder geeft hij aan dat de commissie niet moet vergeten dat de woning het commissariaat toebehoort. Het mag zo zijn dat het een monumentaal pand is, dat meer dan 100 jaar oud is. Prima. Wat wij willen is niet verkopen of in eigendom nemen of iets dergelijks. En we willen dat ding niet een andere vorm gaan geven. Wat wij willen is in dezelfde staat renoveren. Maar dan kregen we monumentenzorg op ons dak. En die zei van, we mogen het niet renoveren, we mogen het niet restaureren. Zij moeten betrokken zijn, zij moeten vergunning verlenen. Kijkt u, we willen niet moeilijk doen. We leven in een geciviliseerde samenleving en willen iedereen respecteren. Maar mevrouw Bizizer, wanneer we nu 2 jaar na dato zijn en er waren zoveel ondernemers die stonden te trappelen om ons te helpen dat gebouw te renoveren, hebben zich nu teruggetrokken omdat Monumentenzorg ons gewoon geen vergunning verleent. Johan Rozer van de commissie Monumentenzorg bevestigt dat het commissariaatsgebouw op de monumentenlijst staat, maar weigert in te gaan op deze kwestie. Dubé zegt dat hij zich niet zal laten intimideren door de commissie. Zorg betekent dat je je verantwoordelijk stelt voor het wel en wee van iemand of iets. En als je praat over monumentenzorg, dan is het jouw zorg om te gaan renoveren. Dan moet je het in stand houden, toch? Je moet het conserveren. Maar luistert u, ik ben even bezig met een aantal andere zaken in het district. Maar ik ben dat gebouw niet vergeten. Laat mij u zeggen, we hebben al 2 jaar, meer dan 2 jaar gewacht op monumentenzorg. De architect is bezig geweest met hun. Ik ben bezig geweest. Ze laten niets van zich horen. Ik weet niet of het hier gaat om rancune of weet ik veel. Eén ding weet ik, het is property van het districtscommissariaat Saramaka. En de captain is de commissaris. En wanneer wij zo ver zijn, dat er mensen zijn die ons gaan helpen om het gebouw op te knappen, dan zullen wij het opknappen met of zonder vergunning van monumentenzorg. Tot zover districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé over het dispuut tussen hem en de commissie Monumentenzorg. Dubé wil het commissariaatsgebouw tot een staatslogeergebouw maken, maar heeft nog geen vergunning gehad van de commissie.